Wel, Coot, zie jij een noemer voor al die Nederlandse mannen op deze derde Simpelpay? Ja, Bie. Ik zou de Nederlandse man, een enkele uitzondering zoals wij zelf daar zijn daargelaten, een nog altijd gelijkhebberige, bedweterige, hanige, pietlullige antivrouw willen noemen. Juist, goed. Nou, daarin ga ik als mens een heel eind met je meekomen. Fijn. Wel, dan zijn we zo'n beetje aan het eind van deze plaat gekomen. Wie had er nog iets voor de rondvraag? Ja, hier. Ah, Coot, jij had iets voor de rondvraag? Zeer zeker heb ik een vraag voor de rondvraag. En wel deze vraag. Ja, graag. Ik wou namelijk aan de rondvraag vragen, en wel dit, waarom Bie altijd moet vragen of er nog iets voor de rondvraag is. Juist, dat lijkt me een goede vraag voor de rondvraag. De vraag is dus, waarom doet Bie altijd de rondvraag? Formuleer ik je vraag zo goed, Coot? Dat staat namelijk nergens. Nee. Ja, nou, dat is misschien helemaal nog niet zo gek, nog niet. Dan kan ik ook eens de rondvraag. Goed, niet langer over oude sekshostessen. Coot, jij mag de rondvraag, hè? Je hebt nu gezien hoe ik dat zo'n beetje doe. Ik zou zeggen, ga je gang, joh. Fijn, dankjewel. Wie heeft er nog iets voor de rondvraag? Nee, dankjewel, Coot. Ik heb niks voor de rondvraag. Dan heb ik nog een vraag voor de rondvraag. Ah, een vraag voor de rondvraag. Ja, misschien zelfs blijkt de hamvraag aan de rondvraag en wel dit. Waarom heeft Bie nooit iets voor de rondvraag? Oh, nou dan heb ik ook nog wel iets voor de rondvraag, Coot. En wel een vraag aan Coot. Dezelfde Coot die zo moest nodig Bie de rondvraag moet leiden. Moest Bie daar op de rondvraag leiding voor afleiding dat hij zelf nooit één vraag voor de rondvraag vraagt? Hoe ver sta je eigenlijk met vraagt? De brochure? Ja, dat simplisme, wat is dat nou eigenlijk, Coot? Dat is geen vraag voor de rondvraag, Bie. Dat is als alles mee zit een vraag voor de nazit. Terwijl we daar nog even rustig over evalueren met kopje koffie en de griep zat ertussen. Goed, dan heb ik verder geen vragen voor de rondvraag. Dan zijn we wel rond en dan dank ik u voor uw aandacht. Nee, ik doe de rondvraag, Bie. Ik dank en ik sluit de boel af. Ho, dat is op zijn minst een vraag voor de rondvraag. En daar heb ik je waar ik je wezen wil, Bie. Werk die vraag dan in excreto uit en tena. Dan heb jij de volgende keer tenminste een vraag voor de rondvraag.